Deze comedian is een geboren en getogen Brabander. Als hij als laatste de tent uitrolt en iedereen roept doei, zegt hij stevast houdoe, zet je schrap, want hij gaat kei en keihard. Hier is Steve Kuipers. Ja. Danny, zeg je. Is dat niks? Hoe is het nou? Kijk dan, ik heb echt een probleem, man. Ik ben single, 41, kom oorspronkelijk uit Eindhoven. Ik woon in het Bijlmer, ik lijk op een Marokkaan. En mijn tweede naam is Heinrich. Nee, zeg het maar. Zijn er mensen uit Brabant vanavond? Nee. Ja, waar kom je vandaan? Eindhoven. Uit Eindhoven, gek. Oh, leuk. Nee, oh, dat vind ik niet. Ik zoek ze altijd en ik vind ze ook altijd. Nee, want ik mis het gewoon. Weet je, ik zit af en toe alleen op mijn flatje in de Bijlmer. En dan denk ik bij mezelf, waarom ben ik nou weggegaan uiteindelijk? Waarom ben ik weggegaan? En dan zie ik jou zitten en dan denk ik, oh ja, dan ben ik weggegaan. Maar, Nee, maar... We kunnen wel lullen over die buitenlanders dat ze de taal moeten spreken. En dat je allemaal Nederlands moet spreken. Maar als je binnen je landsgrenzen verhuist, wij hebben het ook niet makkelijk. Weet je, wij Brabanders, wij praten anders. Wij praten gewoon anders. En dat is wennen. Weet je, alle zelfstandige naamwoorden in Brabant beginnen met een N. Nee, dat is mooi, Nauto. Ja. En dan maakt het niet uit of er een medeklinker voor staat met een caravan erachter. Dat is gewoon normaal. Weet je, als er in een woord een N en een D achter elkaar komt, maken wij er een M van. Zambak. Ja. Hé, wat voor sport doe ik, hè? Ja, handbal. Dat is gewoon normaal. En als we vroeger gingen zwemmen, wat hadden we dan? Ja, een amendement. Dat zijn gewoon normale woorden. Weet je, een vriendin van mij die is met rijlessen bezig en ik vraag van haar, oh, leuk, wanneer moet ik erop? Wanneer moet ik erop? Ja, wanneer moet ik op? Wat? Ja, op, gewoon op. En daar heet hij dan afrijden. Weet je, het is allemaal anders. Als ik in Eindhoven weer een keer ben, dan kan ik wel tegen een vriend van mij zeggen, hé, wanneer ben ik afgewerkt? Dat hoef ik hier niet te doen. Hier echt niet te doen. En ik mis dat gewoon af en toe. Ik mis het gewoon heel erg. En soms heb ik gelukkige momenten. Soms heb ik momenten dat ik denk, ja, ik ben in Amsterdam, maar ik ben toch even thuis. Weet je, ik ben toch even thuis. Ik had vanmiddag zo'n moment. Ik zat in de tram en dan zaten er twee achter mij. Volgens mij kwamen ze ook uit Eindhoven, in ieder geval uit Brabant. En die hadden een dialoog met z'n tweeën zoals alleen wij dat kunnen. Zoals alleen Brabanders dat kunnen. Een dialoog over hoe mooi de stad Amsterdam is. Weet je, dus moet je voorstellen, ik zit zo in mijn stoeltje in die tram. En ik hoor achter mij, hoor ik, hey. Het is een mooie stad, is niet aan. Hé? 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 Vind je aan? Hé? Hé? Oh, vind je aan? Hé? Dus. Nou, dat is ook zeker mooi, ja. Dus. Hé? Oh. Het is of een mooie stad, is niet aan. Hé? 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 Oh, of niet aan? Hé? Ja, is ook zeker mooi, ja. Dus. Hé? Oh. Hé, net die gebouwen gezien. Hé, die gebouwen. Hé? Hé? 10 minuten lang zo, gewoon, hè. Weet je, ik zit echt in mijn stoel, zo helemaal zo. Ik sta op en ik draai me om en ik kijk die mensen aan en ik zeg, hey, hè? Oh, of niet dan, hè? Ja, maar, je bent gewoon weer even thuis, weet je, daar gaat het om. Oh, dan zit ik in de Bijlmer en iedereen zegt tegen mij, Stefan, ga je nou naar de meest criminele wijk van Amsterdam, naar de meest agressieve wijk? En dan denk ik, nee man, de Bijlmer is zo super relaxed. Ik vind het echt relaxed. Ik vind de binnenstad is agressiever. Dus als je door de Kalverstraat loopt, dan staan er allemaal van die mensen, bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen. Dan kom ik daar voorbij gelopen. En dan is het van, mag ik u een vraag stellen? Nee, dat mag ik niet. Maar dan blijven ze gewoon een half uur met je meelopen. Terwijl ten tijde van de verkiezingen, ik liep door mijn winkelcentrum in Rijgersbos in de Bijlmer. En er stond een Surinaamse man. En die stond daar, ik weet niet eens waarvan, maar die stond daar gewoon zo. En ik kom voorbij gelopen en die man zegt, meneer, wilt u misschien een pamfletje? En ik zeg nee. En hij zegt, nou, dat is ook goed hoor. Dat je nee. Dat je bijna denkt, ik ga terug, ik wil het nou weten. Ik zit sinds kort bij de sportschool. Ik ben nog niet zo lang bezig en ik lig bank te drukken. Gewoon dat je denkt, nou, dat is een beetje weinig, maar ik lig gewoon lekker bank te drukken. Ja. Maar dan komt een man naar mij toe. Echt, hij was zo hoog, blonde stekels, knalblauwe ogen. Nou, helemaal opgepompt, een ras echte Amsterdammer. En ik ben bezig en hij komt zo bij mij staan zo. En hij zegt,
Zo, jongen. Gaat goed, hè? Je moet me zo denken. Zo ben ik ook begonnen. En ik druk nou 175 kilo. En ik licht die man aan en ik zeg, man, dat is goed, man. Dat is echt heel goed. Ik kan mijn eigen naam schrijven. Nee, waarop hij zegt, nou, hebben we allebei wat. Doei. Het is gewoon relaxed. Ik geef vandaag even een bos bloemen kopen, want ik vind bloemen in huis vind ik gewoon gezellig. Weet je, zeker als het regent en winter, lente in huis. Vind een bos bloemen vind ik gewoon gezellig. Maar dan koop ik nooit een voorgefabriceerd bosje, maar ik laat zo'n bosje samenstellen. Want dat vind ik ook leuk. Maar als ik dan zo'n bos af moet rekenen, dan zeggen die mensen altijd, nou, zeker een cadeaupapiertje eromheen. Dan zeg ik, nee. Dat is gewoon voor mezelf. Dat vind ik gewoon leuk thuis. Vind ik gewoon gezellig. En dan hoor je die mensen denken, homo. Nee, maar ik vind het gewoon leuk. En mijn vriend vindt het ook hartstikke leuk. Dus dat maakt verder niet uit. Nee, maar dan zeg ik van, oké, als de meerjaars roosje hebt. En dan gaan ze weg met allemaal losse bosjes. En dan blijven ze echt 10 minuten, een kwartier blijven ze weg. En dan komen ze terug. Nou, dan gaat er inderdaad een papiertje omheen, een voedingje erop, weet je wel. Dan heb ik afgerekend. En dan zeggen ze altijd, als je nou daar thuis komt, even schuin afsnijden. Wat heb je daar net gedaan? Je hebt er een hele mooie bos van gemaakt. Ik hoor allemaal geluiden. Volgens mij is het nog een kleine moeite om het voor mij ook nog even schuin af te snijden. Maar wat jij dus wil, is dat ik met deze hele mooie bosbloemen naar huis ga. Het papier eraf haal, op de aanrecht neerleg. Het elastiekje kapot knip. Mijn broodplank omdraai. Met het meest hoerige aardappelschilmesje alles schuin af ga lopen snijden. En dat ik het dan in een vaas zet en dat ik dan denk, ja, zo zag het er net niet uit. Kijk, dat moment dat je dan met die vaas begint te draaien zo. Oh, misschien moet die zo staan of zo. Zijn een kwartier lang een vaas te draaien, man. En ik weet niet of jullie is opgevallen, maar als je naar de bloemist gaat, al die bloemen, die staan daar gewoon in het papier. En die zijn niet schuin afgesneden. Voeding met reet. Dat is gewoon gif, hoor, wat je erbij gooit. Ik heb laatst een bos bloemen gekregen van iemand. Die heb ik in het papier laten zitten. Die heb ik niet schuin afgesneden. Die hebben 9 weken gestaan gewoon, hè. Even een tip. Dan ben ik 41, dan zit ik gewoon alleen op een flatje in de Bijl. Want ik wilde het zo graag een keer alleen doen. Weet je, ik te veel en te lange relaties. Nee, ik moet het echt alleen doen. Echt een keer mijn eigen huis inrichten. En niet met een vrouw of een vriendin over een meubelboulevard slenteren. En bij meubelwinkel 16 horen van, nou, ik vond bij de eerste die bank met die bloemen toch leuker. Weet je, nee, ik wil het gewoon allemaal zelf doen. En dan ik ging naar IKEA en dan word ik geholpen door een vrouw. Ik wil het gewoon niet. Weet je, dat je zegt, ik wil graag die bank in het bruin. En dat die vrouw dan zegt, nou, waarom zou je een bruine bank willen, meneer? Ja, dan kan ik hem lekker vol schrijten. Ik wil gewoon die bank. Ik wil gewoon die bank. Ik heb een zakloze stofzuiger gekocht. Wat een kutding is dat, zeg, hé. Oh, meneer, zo handig. Zakloos, hè? Nooit geen zakken meer. Ik zeg, maar hoe werkt die dan? Nou, u gaat zuigen, zit dat magazijn vol, klikt eraf, loopt u naar de vuilnisbak, vuilnisbak open, leegschudden en weer terug, klikt erop en u kunt weer zuigen. Nou, dan is het inderdaad zuigen, magazijn vol, klik eraf, naar mijn vuilnisbak open. Brrr, heel de teringbende ligt me door mijn hele huis heen. Hup, terug naar de... Brrr, ik ben 24 uur per dag nou aan het stofzuigen met mijn zakloze stofzuiger. Een wasmachine gekocht, een Indesit. Alles wat je ziet in de Indesit. Ja. Komt alleen steeds minder uit, heb ik het idee. Nee, waar blijven die sokken? Waar blijven die sokken? Weet je, ik stop ze erin en ja... Weet je, ze liggen niet meer achter mijn wasmachine, mijn wasmand, weet je. Ik heb nou 32,5 paar sokken, weet je. Maar ik ben er dan sinds kort achter dat ze in mijn dekbed overtrek zitten. Maar, ja, dat is een van de geheime afspraken onder sokken volgens mij. Hey, weet je, ja. Eerst even lekker zwemmen, dan terug naar het hotel. Ik weet niet wat het is. Het is, Ik moest ook zo nodig alleen op reis, weet je. Ik denk, ja, ik ga lekker alleen op reis. Ik ga alleen een maand lang zwerven door Spanje en Portugal. Ik ga interrailen. Weet je, en het was heerlijk, ik moet je zeggen, het was echt heerlijk. De eerste dag zat ik in de trein en ik moest gewoon heel erg denken aan mijn tienertoertijd. Ik was 16 en toen zei mijn moeder tegen mij van, nou, stevig, maak de jaar alleen op vakantie. En toen besloot ik om met een vriendje te gaan tienertouren. En we hadden zo'n kaart en dan mocht je 4 dagen mocht je reizen. En dan gingen we 's ochtends vroeg naar het station van Eindhoven, liepen naar het loket, en dan werd er een stempel gezet. En dan liepen we naar het perron en dan stond het perron en dan zei die vriend van mij van, hey, waar gaan we naartoe? En dan zei ik, ja, wat denkt u? Valkenburg. En
dan stapten we in de trein en dan gingen we naar Valkenburg. En dan kwamen we in Valkenburg aan. Hé, hey, Valkenburg! Dus. En nou? Ja, dat weet ik niet. Gaan we dan naar Zandvoort? Ja, dat is goed. Hup, weer in de trein. 3 uur naar Zandvoort. Kwam in Zandvoort aan. Hé, hey, Zandvoort, kijk gaaf! Dus. En nou? Ja, maar weer naar huis. En dan stapten we in de trein. En dan gingen we weer naar huis. En dan stonden we s'avonds aan het einde van het perron, keken elkaar aan. Hé, hey, was gaaf vandaag, man. Morgen weer. Zo'n 4 dagen tiener toeren. En nu zat ik gewoon... Ik zat gewoon in de trein. Ik heb in Spanje ritten gemaakt van 6,5 uur. En die trein komt gewoon op tijd aan. Weet je, mensen zijn heel erg vriendelijk. Ze helpen je heel erg goed bij de loketten. En, nou ja, mijn Spaans is gewoon heel erg slecht. Nou, ik heb 1 tik. Als ik het in het Spaans wil zeggen, dan wil ik het ook heel erg Spaans laten klinken. Maar ik kan al heel goed in het Spaans zeggen, wil je met me dansen? Dat is dan... Quieres bailar conmigo? Ik heb er verder niks aan, maar ik kan het gewoon goed zeggen. Weet je? Dat is gewoon een ding. Ja. Nou, je moet niet stoer doen in Spanje. Je moet niet stoer doen. Je moet niet op het terrasje gaan zitten en zeggen... Hey, camarero, dos cerveza un vino tinto. Je moet gewoon zeggen... Hey, camarero! Dos servietas en vino. Rood. Ja. En dan heb je de kans dat die man daarna komt met een drankje en zegt van... Ah, Hollanda, Hollanda. Meteen de rekening zeker. Heel grappig. Maar zo blijf. En ik wil op een gegeven moment naar Salamanca en ik moest voor die trein reserveren. Dus ik stap bij de loket en ik denk, ik trap er gewoon niet in. Weet je, ik trap er niet in. Dus ik kijk die man aan en ik zeg, you speak English? En die Spanjaard echt mij aankijken, heel trots met zijn grote snor. Yes, little bit. Ik zeg, oh, that's very nice, because I'd like to book a ticket for the next train to Salamanca. En die man die kijkt me aan en zegt, ké? En ik denk, ja, ik ga nou echt niet zeggen, quieres bailar conmigo? Nee, voor hetzelfde zegt die man. Sí, señor. Komt echt het loket uit, sta je met z'n tweeën vertrekken al. Caciento para, caciente bamba, caciente para batida. Wat zijn die aan het doen? Ja, hij zei iets net. Dus ik trapte er gewoon wel in. Ik zeg, no, señor, el tren a Salamanca. En die man, ah, Salamanca. O sea, caciento para cinto, caciento para cinto, caciento para cinto, caciento para cinto, caciento 8 horas. Ik zeg, ¿qué? You speak English? Yes, little bit. Dat was het enige ook gewoon. Oh, en daarna door naar Portugal. En ik weet, ik vind het Portugees misschien nog wel mooier dan het Spaans. Weet je wel, Portugezen zijn net Spanjaarden die dronken zijn. Nee, 2 biertjes is in Spanje trots. Door cerveza. 2 biertjes in Portugal is... Door chauvage. Bij een station is in Spanje... Estación. Maar een station is in Portugal... Esozaal. Weet je, maar ze... Ze hikken nog net niet, dat verwacht je dan, hè? Ja, dat doen ze nog net niet, maar het is... En ik had in mijn Lonely Planet, want die moest ik meenemen, in mijn Lonely Planet had ik opgezocht... Oh, Olhao, dat ziet er leuk uit. Leuk klein plaatsje, kleine camping. Ik ga naar Olhao. Ja, ik ga naar Olhao. En je zit in die trein en er wordt omgeroepen... Kielzeel, fokkelzeel, pokkertelzeel, nee, maar het stomme was, ik denk, nee, ik wacht tot het nog een keer voorbij komt, want dan versta ik het wel. Ja, en dan komt het weer voorbij. Kielzeel, fokkelzeel, pokkertelzeel. Dus ja, ik ben uitgestapt en Fuseta bleek achteraf ook hartstikke leuk, moet ik zeggen. Ja. 41, man. Iedereen begint ook tegen me aan te zeiken dat ik geen kinderen heb. En steeds wordt het niet eens tijd voor kinderen. En dan denk ik, nee, want ik wil geen kinderen. Weet je, dat is gewoon het ding. Ik wil geen kinderen. En ik heb geen hekel aan kinderen, maar ik heb een hekel aan ouders. Dat is een beetje... Als mensen kinderen krijgen, gaan ze er automatisch van uit dat iedereen in die kinderen is geïnteresseerd. En dat ben ik gewoon niet. Weet je, dat ben ik niet. Het opschepperig ook altijd. Weet je, ik heb zo'n bijzonder kind. Zo'n bijzonder kind. 11 maanden. Ja, 11 maanden en hij loopt al. Ja, 11 maanden en hij loopt al. Het is de bedoeling dat ze gaan lopen. Dat is gewoon de bedoeling. Als je kinderen licht geeft in het donker, dan heb je bijzondere kinderen. Anders moet je gewoon je mond houden. Weet je, die leeftijd moet er ook altijd bij, weet je? Oh, ik heb er 2, 1 van 4 en 1 van 7. Ik hoor mijn moeder nooit zeggen, ik heb er ook 2. 1 van 41 en 1 van 42, weet je? Dat... Oh, het is zo leuk, 2 meisjes, 5 en 8. Hoe moet ik daar een normaal gesprek mee voeren met die mensen? Oh, echt waar, wat leuk. Nou, ik zit laatst op de bank, die is 1, naar de televisie te kijken, die is 5. Springt die kat van 9 op schoot. Nee, maar dan zie je die mensen aan. Ja, dan zie je mij dan nou. Die leeftijd van die kinderen is lekker belangrijk. Ja. Ja, Steve, je bent gewoon jaloers. Dat is wat ze dan zeggen. Je bent gewoon jaloers op die wondertjes van hun babytjes.
Ik vind babytjes helemaal geen wondertjes, man. Als een kalfje of een lammetje geboren wordt, dan is het 4 uur spartelen. Maar daarna huppelt het zo lekker door de wei, weet je. Wat is nou een baby? Een baby van 6 weken. Dit is een baby van 6 weken. Ja, Stefan, bij ons duurt die ontwikkeling allemaal iets langer. Ja, een puber van 13 voor de televisie. Ik zeg laatst mijn buurman van 89 de stoep vegen. Ik weet niet precies waar die ontwikkeling zit, is mijn vraag, hoor. Mijn buurman, 89, die was de stoep aan het vegen. En ik heb 10 minuten lang ongegeneerd bijna naar die man staan kijken. Ik heb helemaal gebiologeerd naar die man staan kijken. En opeens dacht ik, oh Steve, er komt gewoon een dag. Dat jij gaat winkelen en dat je in een pashokje uitkomt. Met een broek tot hier. En dat ik dan voor de spiegel sta en ik dan zeg... Nou, ik vind de kleur niet mooi, maar zit lekker. En dan mijn vrouw er dan naast zit in zo'n bloemetjesjurk met een te hoog bandje. Ik zei toch beige? Ik zei beige, hè? Ik zei beige! Ja, donkerblauw beige, kom maar gaat. Kom maar gaat. Ja, maar ik kreeg laatst een mailtje van een vriend van mij. Die heeft naar de kleine gekregen. En een mailtje met de eerste babyfoto. En dan denk ik, wat moet ik daarmee? En wat moet ik daarmee? Het is jullie kind. Dus ja, ik heb een foto gemaakt van nu een DVD-speler. Die heb gewoon teruggemaild. Ja. Ik ben erg blij met de komst van mijn nieuwe DVD-speler. Meteen een mailtje terug. Baby in de wieg. Prima. DVD-speler onder de televisie. Kom maar, kom maar, kom maar. Zijn eerste flesje. Zijn eerste DVD'tje. Ik heb er niks meer van gehoord, moet ik je zeggen. Helemaal niks meer. Ik kocht die DVD-speler bij BCC. Oh nee, bij de Mediamarkt, want ik ben toch niet gek. En die man was gewoon zijn best aan het doen om mij dat ding te verkopen. Ze zei, meneer, deze Sony is top, hè. Deze Sony is helemaal top. Die heeft digitaal in, digitaal uit. Die heeft Dolby, die heeft DTS. En natuurlijk een shuffle. Ik zeg, waar zit erop? Ja, meneer, een shuffle-functie, oftewel een random. Ik zeg, welke lul. Gaat er een film zitten kijken. En drukt op shuffle. Dat je je vrienden uitnodigt. Oké, okay, jongens, The Lord of the Rings trilogie en shuffle. Dat is even een kutfilm. Hij was net nog... Nou, al de aftiteling? Oh nee, hij gaat toch door. Zo'n afstandsbediening bij die DVD-speler. Zo'n afstandsbediening. Ja, meneer, kunt u vanuit de luie stoel kunt u de DVD bedienen. Er zit dus op die afstandsbediening een knopje. Dan kun je vanuit je luie stoel het laadje open doen. En dan... dan een kabouter uit die afstandsbediening of zo. Ploppen de plop. Ik was net aan het koken. Nou, welke wil je nu kijken? Ik snap het gewoon niet meer met die DVD's. Ik snap het gewoon echt niet meer. Als ik vroeger een film had gehuurd, dan zei ik, is een goede film, moet je huren. En als ik nu zeg, is een goede film, moet je huren, dan vraagt iedereen, ja, maar zit er ook een beetje leuke extra's op die DVD? Nee. Er zitten over het algemeen hele domme extra's op een DVD. Verwijderde scènes. Nee, maar moet je voorstellen, de regisseur heeft die scènes opgenomen. Hij heeft er kritisch naar gekeken en gedacht, ah, die zijn echt niet goed. Die komen echt niet in mijn film. Maar jij krijgt ze als bonus. Je gaat naar het ziekenhuis, ze snijden je open. Nee, die blinde darm is niet goed. Die halen we eruit. Maar we naaien hem in je nek, als bonus. Lekker binnenkom op maandagochtend bij je collega's. Heb jij er dan zitten, man? Ja, dat is mijn bonus, hè. Dat is mijn bonus. Dat is mijn bonus. Ja, mijn zus heeft 2 kinderen en 8 en 10. En ik kom af en toe wel eens langs, weet je. En dan neemt ze videobandjes en sinds kort neemt ze dvd'tjes mee. Want als wij dan normaal gesprek willen voeren en die kinderen worden te hyper, dan kan ze ze voor de televisie zetten. Want dan worden die kinderen rustig. Ja, van Samson en Gert. Ik ben die ADHD-hond die de dag als een man loopt te stuiteren, zeg hé. Ja, Gertje, zullen wij zo naar meneer de burgemeester gaan, Gertje, zo eens een beetje zo. Zal maar zo'n lul samenwonen, zeg. Alsjeblieft. En mijn nichtje die wilde van Sinterklaas wilde als een Barbie. Nou, ik naar Bart Smit. En ik voelde me gewoon niet op mijn gemak. Want dan staat een man van 41 voor een heel roze schap een Barbie uit te zoeken. Hardop pratend.
Oh, die is leuk, zeg. Oh, er zit een kammetje bij. Oh, dat is ook wel leuk, ja. Dat je ouders met kinderen in een boog om je heen hoort lopen, echter. Nee, wegblijven bij die man, Sebastian. Kom, nee, we gaan even naar de Nintendo's. Kom, kom. Dus ik pak gewoon zo'n Barbie uit het schap. Ik loop naar die kassa, ik leg dat ding op de toonbank. Vraagt die man, is het een cadeautje? Ik zeg, nee hoor, die smeer ik hem met olie en die gaat er helemaal in van achteren vanavond. En stel gewoon normale vragen, toch? Als ik naar de kapper ga, weet je, kom ik bij de kapper binnen, komt er zo'n kapper naar mij toe. Hi, kan ik jou helpen? Wat moet ik zeggen bij de kapper? Nee, ik wil eerst even rondkijken, is niet erg veel. Weet je? Ik koop een doosje tandenstokers. Vraagt die man, gaat het zo mee? Nee, stapels op een pallet. Vraagt, waar is dat voor? Die cadeautafel ook, man. Die cadeautafel met Sinterklaas. Die stond helemaal vol. Ik kreeg vroeger met Sinterklaas kreeg ik een stuur. Punt. Dat was een geel stuur met een rode klakson en zo'n grijze steel en een zuignap. En dan was het van... zo op de deur. Nou, dan zat ik gewoon 2,5 uur naar de deur te kijken. Een beetje mijn eigen fantasie laten werken. Op bij de deur links. Hey, man bent tegen de deur aangereden. En na 2,5 uur kon ik weer lekker voor de deur parkeren. Weet je, zo zat het in me klaar. Als je nieuwe kind een stuur cadeau geeft, van oké, leuk, welke software zit erbij? Nee, denk zelf na. We hadden geen gsm'tjes aan de broekriemen hangen van die kleine telefoontjes en weet ik het allemaal. Dat hadden we gewoon niet, man. Ik loop wel eens door de stad, weet je, en dan zie je jongetjes van 11, 12 jaar lopen. En dan loop je erachter en dan hoor je opeens... Yo, sms. Weet je, en dan zegt die andere, hey, what's the message? Ja, ga mee in de stad, browsen nu Subas. Even terug sms'en. Tess, no flues, opwaarderen. Help. Maar ik versta ze gewoon niet meer, man. Ik versta ze gewoon echt niet meer. Dan heb ik dan met een vriend van mij over gezegd. Ja, jongen, Steve, dat is 2007, jongen. Dat is straattaal, hè. Dat is nu, dat is straattaal. Kom op, man, we hadden vroeger ook straattaal. Met knikkeren dan. Ja, dan zei er iemand, potje knikkeren. Ja, dat is goed. Potje voor de Holland. Voetje voorzet, pinky knips en niet wegveegs. En dan maakte mijn moeder van een washandje knikkerzak. Nou, die hingen wij in de broekriem zo, hè. Hoppa! En als die knikkerzak leeg begon te raken, gingen we naar de speelgoedzaak om de knikkerzak op te waarderen. Zo zat het in elkaar vroeger. Ja, maar de jeugd is agressiever en dat is veel agressiever nu. Ze hebben allemaal wapens en... Kom op man, we hadden vroeger ook wapens. Wij hadden vroeger ook wapens. Van die witte PVC-pijpen zo. Dus een lucifer-doosje, zo'n kijkertje, allemaal plakband eromheen gedraaid. Zo'n bos papier voor je gulp. En dan was het van, moet je nou man, hè? Ja, even wachten. Daar heen hem. Hoe gezicht. Ja, we hadden thuis een microgids en die plakte kut, jongen. Dat was echt verschrikkelijk. Ik kreeg half van Willigenburg niet op elkaar gelijmd. Dat was echt veel te... Maar het is niet zo dat ik niet alleen de jeugd niet meer versta of zo. Maar sommige gesprekken tussen volwassenen versta ik niet eens meer. Dat ook, ik zat laatst aan mijn auto, zat ik een beetje zender te zappen. En toen viel ik in een gesprek op Business News Radio. En ik weet je, je hoort dan twee mensen met elkaar praten. En dan zegt die ene, ja maar George, hoe ga jij nou om met je personeel in de ICT? Ja, dat is een goede vraag, Bob. Kijk, omdat wij als company niet meer direct investeren in human capital, zie je dat het lifetime employment plaatsmaakt voor een zogenaamde flexwerker. En op basis van min-max-contracten weet je dat de jobhoppers er minder involved in de policy van de company en zich toch meer zorgen maakt over het genereren van succesjes in een win-win situatie op management level. Dus denk ik dat door de apocratie het assessment van die flexwerker bepaald wordt door zijn arbeidsmarktrelevantie en zijn arbeidsmarktflexibiliteit, waarbij liability en credibility major assets zijn. En dan zegt die andere, nee dat snap ik, maar draait eens om. Engels. Dat ge Engels allemaal, weet je. Ik heb laatst ergens gelezen dat ze in de Verenigde Staten hebben ze ooit moeten stemmen over de taal die ze daar zouden gaan spreken. Want heel Europa was er naartoe getrokken. Zo, wat gaan we doen? Ze hebben echt gestemd over de taal. En het heeft één stem geschild of het was Nederlands geworden. Weet je, nee, maar moet je je voorstellen dat er nu in de Verenigde Staten Nederlands zou zijn gesproken. Dan was New York nog steeds Nieuw-Amsterdam. En dan was Harlem gewoon Haarlem. En dan was Coney Island gewoon Konijneneiland geweest. Weet je? En dan hadden in L.A. hadden van die grote stoere negers over straat gelopen. Zo'n ja, koud man. Weet je? En dan was niet Elvis de King geweest, maar Peter Koelewijn de Koning toevallig. Zo! Ja, of Elvis in het Nederlands. Weet je, Elvis in het Nederlands. Dan had hij nog steeds in de Verenigde Staten gewoon een beetje in het zuiden zo, met een zuidelijk accentje zo, weet je niet zo. En dan was het geen Hound Dog geweest, maar
Ben ik zo aan Sanne? Ja, hond. Loopt de hele tijd te janken. Ben ik zo aan Sanne? Ja, hond. Loopt de hele tijd te janken. Je hebt er nooit een konijn gevangen, je bent geen vriend van mij. Toen ze zei dat je grote klasse was, ja, dat was gewoon een leugen. Toen ze zei dat je grote klasse was, ja, dat was gewoon een leugen. Je hebt er nooit een konijn gevangen, je bent geen vriend van mij. Ben ik zo aan Sanne? Ja, hond. Loopt de hele tijd te janken. Ben ik zo aan Sanne? Ja, hond. Loopt de hele tijd te janken. Je hebt er nooit een konijn gevangen, je bent geen vriend van mij. Toen ze zei dat je grote klasse was, ja, dat was gewoon een leugen. Toen ze zei dat je grote klasse was, ja, dat was gewoon een leugen. Je hebt er nooit een konijn gevangen, je bent geen vriend van mij. Toen ze zei dat je grote klasse was, ja, dat was gewoon een leugen. Toen ze zei dat je grote klasse was, ja, dat was gewoon een leugen. Je hebt er nooit een konijn gevangen, je bent geen vriend van mij. Ben ik zo aan Sanne? Ja, hond. Loop de hele tijd janken. Ben ik zo aan Sanne? Ja, hond. Loop de hele tijd janken. Je hebt er nooit een konijn gevangen, je bent geen vriend van mij. Ja. Ik wens u een hele fijne avond. Bye bye.